allemaal en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een super leuk vlog. Nou, dat vind ik. Vandaag ga ik dus naar een uitwedstrijd met mijn beste vriendin Bella. En zij heeft ook een YouTube kanaal. Hoi. En ja, vandaag gaan we dus naar een uitwedstrijd van Vitesse. En wij zijn natuurlijk gewoon voor Vitesse, maar dat wisten de meeste van jullie al wel. En dus we gaan naar een uitwedstrijd in Rotterdam. En we gaan ook nog naar de MEC. En ik ben net uit school en... ja, daar wou ik niet vloggen. Maar vergeet deze video niet een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren. En doei! Hoi, we zitten nu in de Vitesse-bus. Ja, en we hebben ook snoepjes gekregen van een meneer. Echt super lekker en aardig. En we gaan nu wel even de bus filmen. Hier, en we zitten busje 2. Hoi! Voilà, ik zit nu dus in een supportersbus. Ik ga een beetje zacht praten, want het is een beetje awkward als ik heel hard ga praten. En we rijden nu en ik val een beetje. Maar ja, ik ga straks eens even de weg en zo even filmen. Ah, lekker voorzitter. Hoi, we zijn nu dus in Rotterdam. En we moeten nog bijna bij het stadion. Ja, nog een kwartiertje denk ik. En we zagen net dus de Kuip al en Excelsior Stadion. En nu gaan we dus naar Sparta, het kasteel. We filmen als we er zijn. Doei, doeg! Hoi, we zijn nu bij het stadion met Bella. Hi. En ja, het is echt super mooi, dus ik ga het nu even laten zien. Zoals jullie al wisten en het sneeuwt dus. Oh my god! Oh my god, mensen, het water is echt super warm! Oh spelers komen nu dus weer op. En het hagelt echt zo hard, mensen. Oh my god, kijk. En het ziet er echt super mooi uit. En ik hoop wel dat de wedstrijd nog doorgaat, maar ik denk het wel. Maar bij vorige keer Sparta was het ook al zo gedoe, maar nu dus weer. Dus... ja, ik zie jullie later weer. En de tweede helft begint weer. Ja! Oké, het staat dus 1-0. Het staat dus 1-0. Een 0-1. En we hebben dus 0-1 gewonnen. En ik word er echt zo blij mee. En nu gaan we dus weer naar de bus. Want ja. Nou mensen, ik was dus helemaal vergeten om de vlog af te sluiten. Want toen we thuis kwamen was het al best wel laat. Dus nu sluit ik dus nu even de vlog af. En ja, het is al inmiddels weer een dag later. Het is nu in de avond. Dus nu... het is... bijna 5 uur. Het is nog wel gewoon licht. Maar nu ga ik dus even de vlog afsluiten. En vergeet deze video niet een blauw duimpje omhoog te doen. Willen jullie meer vlogs? Abonneer dan op mijn kanaal. En doei!